Wat levert mijn harde werken eigenlijk op? Is dit nu wat ik eigenlijk altijd wilde? Hoe ben ik in deze baan terechtgekomen? Ik heb een goed betaalde baan, maar waarom ben ik daar niet blij mee? Het voortjakkeren, het haasten. Wat kom ik hier eigenlijk doen? Is dit nu waar ik altijd zo hard voor gestudeerd heb? Waarom zou ik er nog mee doorgaan? Wijsheden over het leven zijn niet voort te komen met als enig doel om er alleen maar een academische leerstoel van te maken. Ze zijn er nu juist om het beste uit het leven te halen. Dat is wat de oude bezielde met filosofie. Een methode om met het leven om te gaan. En waarom is ons dit nooit verteld? De oude intellectuele reuzen als Socrates, Plato en Aristoteles wisten al heel goed dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en wat we gaan doen. Maar wat denken we eigenlijk? En als je bewust bent dat je iets denkt, dat je gedachten hebt, dan kun je jezelf afvragen, in welke overtuigingen heb ik mezelf ingegraven? En zijn die overtuigingen wel echt van mij? Of zijn we ongelooflijk beïnvloed door onze sociale omgeving? In welke gedachtegroef zitten we? En is die ons nog wel van dienst? Hoe kan het anders zijn? Zou een duwtje naar een andere gedachtegroef misschien ons niet veel meer van dienst zijn?